vandaag in Zuid, wist Thomas van Groningen dat hij goed had gekozen. Ja, het was een goede verrassing. Maar goed, ja. dus ik ben overgestapt van BNR naar de publieke omroep. Werk nu bij WNL en de talkshow op 1. Mm-hmm. En ik mag je één keer buitenspelen van de publieke omroep. Echt, want voor de Dutch Podcast Awards die BNR organiseert, zoeken ze altijd een onafhankelijke presentator. Want anders lijkt het net alsof BNR zichzelf heel de tijd prijzen zit te geven. Ja, wacht even. Okay. Stop, stop. En nu ben ik dat. Nee. Ja, onafhankelijk. Je bent hier net weg. Ik heb hier 10 jaar gewerkt. Ja. Ja, maar toch. Nou, hij is het kwijt nu, hoor. Doorgestoken kaart. Stop maar. Dus, maar met de hele verkiezing. Er komt weer een Dutch Podcast Award aan. Ja. Die organiseert BNR. Ja. En je kan nu je favoriete podcast nomineren. Jij zit hier in een BNR-microfoon. Zeggen dat je onafhankelijk bent. Je bent hier 10 jaar gewerkt. Ik krijg er niet meer betaald hiervoor. Nee. Dus ik dacht dat jullie vrienden waren. Wat is dit voor rare vrienden? Ik heb nooit gezegd dat wij vrienden waren. Oh nee, dat zei Thomas. Ja. Maar goed, onafhankelijke presentator, Podcast Awards. Krijg je er nog voor betaald ook apart, of? Nou, ik zal vast een vergoeding krijgen dat ik die avond in Beeld en Geluid op 14 november... dan worden de prijzen uitgereikt. Ja. Dat ga ik aan elkaar praten. Ja, 3 zakjes nootjes waarschijnlijk en dan is klaar. Nou, jij moet mijn contractonderhandeling nog doen. Oh ja, dat is waar. Een croissantje met kaas en snel naar huis. Podcast Awards.nl, kan je nu je favoriete podcast nomineren. Bijvoorbeeld die van Rob. Ja. Die vandaag begonnen is, geloof ik. En jij hebt ook een podcast, toch? Nee, die ligt al een tijdje stil. Maar vandaag is Zeit mag ook. Die wordt wel goed beluisterd, ja. Ja, ik luister jullie eigenlijk altijd. Want ja, je hoeft jezelf niet meer terug te kijken natuurlijk. Dus dan is het makkelijk om gewoon te luisteren, toch? Of, ja, dat is van te kijken. Ja, ja. Oh, had ik er nog iets gezegd? We hebben ook een podcast. Dat zei je net. Hoe lang loopt die podcast al? We hadden Partij voor de Vrijdag, de podcast van ons vrijdagavondprogramma. Dat was eigenlijk terugblikken op de aflevering. Maar daar zat 1,5 uur totaal geouwe hoer omheen. Beetje zoals dit. Ja. En dat luisterden mensen helemaal terug. Er waren mensen die ons vrijdagavondprogramma luisterden. Altijd op woensdag in de bus. Nooit live op vrijdagavond. En nu komt dat terug, maar dan vanuit onze ochtendshow. Ons programma heet Rob en Wijnand en de Ochtendshow. Die podcast heet Rob en Wijnand en het beste van 3FM. Iedere zaterdag komt het online vanaf volgende week. En dan nemen we fragmenten door, maar ook mensen kunnen ons brieven sturen. Maar het is eigenlijk, zij kunnen nu toch nog niet meedoen dan met deze? Ik weet ook niet of het moet voor mij wel content zijn die echt als podcast gemaakt is. Dus dit zijn herproduceerde dingetjes. Het moet een echte podcast zijn. Ja, en je favorieten, nou ja, daar kan je dus nu nomineren op podcastawards.nl. Maar even, luister jij vaak een podcast? Absoluut, ik ben echt podcastvreter. Meen je dat? Ja. Jij ook? Ja, zeker. Jij niet? Eigenlijk nooit. Er is een podcast, die heet Kleine Boodschap. Dat gaat over de Efteling. Dat zijn 2 mannen uit Brabant. Die praten iedere week 1,5 uur over onderhoud en over dingen in de Efteling. En die ene die praat zo. Dat is een beetje zo dik voor elkaar. En die andere die is wat heftiger, zeg maar. Ja. En dan gaan ze gewoon... Maar dan lig ik op de bank en dan hoor je gewoon... Ja, vorige week is het hekje van Sneeuwwitje... Of nee, dat hebben ze niet. Van Doornen van Roodkapje is opnieuw geschilderd. En het was eerst bruin en nu is het donkerrood. Ja, maar dat is heerlijk. Daar luister jij naar? Fantastisch, vind ik dat. Ja, heerlijk. Ja, en ik kom volledig tot rust. En waar luister jij naar dan, Thomas? Nou, de Kleine Boodschap, die luister ik ook wel. En ik luister Thomas. Ik luister ook altijd de AD Media podcast van Arsène de Jong. Vind ik ook wel interessant wat hij te melden heeft. Wat luister ik nog meer? Ja, dit is de dag van de NOS, gewoon het nieuws. Okay. NRC heeft ook zo'n dagpodcast. Een goede fictiepodcast. BNR heeft natuurlijk Boekestein en de Wijk. Wat een vind ik zelf een goede podcast, zeg ik als onafhankelijk iemand. Want ik werk niet meer voor BNR, maar het is echt een goede podcast. Er is ook een goede fictiepodcast van 3FM, die heet Omega. En dat is een soort hoorspel eigenlijk weer terug. Dat komt dan ook, het is wel mooi van podcast, dat soort principes ook weer terug kunnen komen. Dus echt met geluiden en hoorspel. Je waant je helemaal dan. Waarom is die van jou? Grint en zo. Waarom is die van jou? Want je had een interviewpodcast. Ja, littekens. Ja. Ik had er geen tijd meer voor. Gek, hè? Gek. Ja, ik snap ook niet hoe dat kan. Maar eigenlijk was een beetje wat Ruud de Wild nu doet. Hè, want die heeft 30 minuten rouw. Dat is ook een podcast waarin die mensen een beetje fel interviewt. Jij was daar wel heel goed in. Ik was juist daar niet zo hard in. Ik was daar juist de empathische, warme presentator. Iedereen hier ook lachen. Dat vind ik wel pijnlijk, maar goed. Nee, maar ik ken je ook als een empathisch warm mens. Maar de insteek bij die interviews was juist om het net iets rustiger te doen. Meer te luisteren, minder hard erop te gaan. Daarom had jij geen tijd natuurlijk. Nee, ik vind het verschrikkelijk leuk om te doen. Ja. Want, kijk, littekens hebben we allemaal. En we hebben ook heel veel onzichtbare littekens. Kunnen we dan hier nu de belofte krijgen dat je dat misschien weer op gaat pakken? Ja, ik zou het heel graag willen oppakken. Kun je gewoon van tevoren opnemen. Dat is gewoon tijd. Toch? Dat is waar. Oh. Dus ik heb al nog een uurtje hier daarover. Maar dan kan hij weer genomineerd worden. Want mensen moeten, hoe moeten ze dat doen? Even welke website? Podcastawards.nl. Daar kan je je favoriete podcast nomineren tot 5 oktober. En dan worden er per categorie... Zou ik zeggen, het zijn allemaal categorieën natuurlijk. En dan 5 genomineerden worden er dan per categorie bekend. Ja. Als je nou heel snel nog even een nieuwe aflevering van Littekens opneemt... Ja. Volgend jaar dan, wil ik jou een prijs hebben. Hey, wie vind je nou echt een lul bij dat op 1? Want je zit met zoveel verschillende presentatoren. Wie vind je nou echt een eikel? Ik vind iedereen echt heel leuk. Nee, serieus. Ik vind het echt zo'n leuk team. We hebben zulke goede presentatoren. Ik zit
iedere avond heel graag bij Op 1. Misschien vanavond ook, weet ik niet. Dat weet je nog niet. Nee, dat hoor ik dan zo, dan bel ik even. Het is 6 uur. Ja, wij zitten bovenop het nieuws, hè. Dus het kan alle kanten op. Maar ik zat er gisteravond al, dus ik denk vanavond niet. Ja. Oké. Okay. Heb je het niet gezien dan gisteren? Want je kijkt toch iedere avond? Ik werk elke avond. Mag je dan wel eens ook, zeg maar, wel eens invallen? Mag je ook wel eens dan de presentatie invallen? Zou je dat willen? Nee. Ik ben politiek verslaggever. Het is een beetje ingewikkeld als je de ene keer de presentator bent van een programma waar je anders de gast in bent. Dus dat lijkt me niet helemaal zuiver. Oh, dat is niet onafhankelijk, zeg jij. Hey, hoe is het om iemand die je zo goed kent te interviewen eigenlijk? Heel leuk. Ja? Dat vind ik ook een goed idee. Veel serieuze vrienden interviewen. Dat doe je eigenlijk nooit. Dat doe ik nooit. Nee, ik weet niet zoveel van hem eigenlijk. Daarom zijn we ook niet zo goede vrienden. Nou, goed dat je er was. We gaan zo meteen even door. Met Ed Struilaert en met... Ze staan al klaar, zie ik. Ja, dus ze staan al klaar voor Robert Grodenberg. Dat Robert Grodenberg? Oh, ik dacht al. Ja. Heel leuk. En dan moet je het vertellen, hè? YouTuber, toch? Ja, heel goed. Leuk dat je er was, Thomas. Ik vond het echt fijn je weer te zien. Ja. Succes met die... Wanneer waren die awards ook alweer? 14 november. 14 november. Ja. Heel onafhankelijk dus. Heel onafhankelijk. Ja, maar... Kom je even. Ja. Het is op het Mediapark. Het is bij jullie om de hoek. Oh ja, dan kom ik even langs. Ja, gezellig. Leuk, ja. En wij zijn er Ik heb nog nooit zo iemand zo droog... Ja, leuk, kom ik wel even langs, Isa. Ja. Nog wel ben jij toch een warm, empathisch mens. Kom ik nog wel even langs. Ja, we gaan door, zo meteen na de reclame en het nieuws. Tot zo!